Oh, kijk, daar is die. Ja, dit is de Ganondorf hoe we hem kennen. Oh my gosh. Ja, dit is niet een hele leuke wereld. Zo, zijn jullie al een beetje bijgekomen van de vorige video? Die speelde zich af daarboven in kasteel Hyrule. En nu moeten we aan Pura gaan vertellen wat daar allemaal gebeurd is. Mag ik een duimpje voor de vorige video en voor deze video? Dat kan niet bij één video, maar doe toch maar. Oh, en vergeet natuurlijk ook niet gelijk even te abonneren. Hier staan al mijn matties. Iedereen die me geholpen heeft. En ook weer hun matties, degene die hun helpt. What up, Ritos? We moeten aan Pura gaan vertellen wat er allemaal gebeurd is. Sorry dat ik je geen tijd geef om uit te rusten, maar we willen graag weten wat er gebeurd is. Nou, ik zou zeggen, kijk de vorige video, Pura. Dan weet je het precies. Kort samengevat, we hebben de demonenkoning uit de legende van de Verzegeloorlog gezien. En de prinses Zelda die op meerdere plekken is waargenomen, was een bedrieger. Ja, maar dat hadden we al een tijdje door. Ze is in kasteel Hyrule verschenen omdat de demonenkoning Link daar in de val wilde lokken. Tulin wist al dat er iets aan de hand was. De echte prinses Zelda zou toch komen helpen als er problemen in Hyrule waren. Ontwrichting, noodsituaties in dorpen, steden, de persoon die zich als prinses Zelda voordeed. Het komt allemaal doordat de demonenkoning weer tot leven gewekt is. Maar betekent dat dat de echte prinses Zelda de hele tijd in het verre verleden was en dus niet in onze tijd? Kloppen mijn gedachten, Kronkels Goro? En Sidon die zegt, ja, ik denk dat het klopt. Zelda heeft in het verre verleden ook geprobeerd om de demonenkoning te verslaan. En onze voorouders hebben aan prinses Zelda trouw gezworen. Als de demonenkoning tot leven komt, zouden er uit hun bloedlijnen wijzen opstaan om samen met Link te vechten. Maar als prinses Zelda in het verleden is, kunnen we haar niet bereiken om te vragen wat haar plan is. En ze kan ook niet samen met ons vechten, zegt Tulin. Hij is een super sterke slechterik. Wat moeten we doen, Goro? Nou, Pura weet misschien een oplossing. Prinses Zelda heeft misschien voorbereidende maatregelen getroffen. In afwachting van het weer tot leven komen van de demonenkoning in dit tijdperk. We hebben waarschijnlijk nog niet alle aanwijzingen gevonden. Sidon zegt, je hebt gelijk en er is geen moment te verliezen. Laten we proberen om iets te vinden dat ons kan helpen. Maar hoe moeten we dat nou aanpakken? Oh, wacht eens, zegt Pura. Zei je niet dat koning Rauru en de zes wijzen tijdens de Verzegeloorlog tegen de demonenkoning hebben gevochten? Wind. Vuur. Water. En bliksem. Maar, ja, wat is er dan nog meer? Tijd, dat is prinses Zelda, maar er zijn er zes. Tulin zegt, oh, ik snap het. Goro of Yunobo snapt het nog niet, Sidon wel. Er is er nog één. Ja, vet. Inderdaad, zie je? Ik zei het al, er stond er nog eentje bij. Ik had het ook gezien. En dat was dan niet deze, maar we hebben hier Zelda. Kijk, hier. Deze persoon. Precies. Er is nog één wijze. En dat is het spoor dat we moeten volgen. Het is absoluut de moeite waard om naar hem of haar op zoek te gaan. Jullie zijn allemaal in ruïnes uit de tijd van legende wijze geworden, nietwaar? Zouden we nog ontbrekende wijze ook op zo'n plek kunnen vinden? We moeten ons op de ruïnes uit de tijd van de legende richten. Dan komen we misschien ergens. Nou, de taken worden verdeeld. Zij gaan allemaal terug naar hun woonplaats. En ik moet in het algemeen onderzoeken of we bepaalde aanwijzingen hebben gemist. In het algemeen. Oké, dus ik moet heel Hyrule gaan doorzoeken of zo. De zoektocht naar de vijfde wijze. Dan moet ik nu nogmaals met Pura praten, denk ik. We mogen prinses Zelda niet teleurstellen, moeten Hyrule beschermen. Maar de demonenkoning is sterk. Daarom moeten we de vijfde wijze zoeken. Ik heb de Zonai-onderzoeksgroep de ruïnes van de Zonai-beschaving laten bestuderen. Maar er is nog niks naar boven gekomen over een vijfde wijze. Maar er moet een verborgen aanwijzing zijn. Heb ze misschien wat dingen hier... Huh? Muzu is hier. Ik denk dat geoglyphen die her en der zijn verschenen een uitweg kunnen bieden uit deze chaos. Hij heeft het over Impa en dat Impa ook onderzoek heeft gedaan. En Impa heeft ooit geschreven, ik heb bericht gekregen van het hoofd van Kakariko, een dorp dat in Nekudo ligt, ten zuidoosten van het uitkijkkamp. Er zijn daar eigenaardige ruïnes en platen met teksten neergevallen. Daarom heb ik besloten om het hoofdkwartier van de Zonai onderzoeksgroep in Kakariko op te zetten. De ruïnes die in Kakariko zijn gevallen zijn zo groot dat ze vanuit het uitkijkkamp te zien zijn. Moet ik naar Kakariko dan, want dat is inderdaad ook best wel een plek in de Zelda-games altijd. En ik ben er wel geweest, maar er was nog niet echt iets. Dat lag altijd ergens schuin onder het Sora-paleis. Dat moet dan hier ergens geweest zijn. Ik ben daar dus wel in de buurt geweest. Misschien moeten we even naar die uitkijktoren. Even kijken hoor, de uitkijktoren, die is daar. Ja, daar gaan we eerst even naartoe. Dan kunnen we even precies erachter komen waar Kakariko Village ook weer was. Lekker regen weer, joh. Heel irritant die regen altijd, want dan kan je nooit zo lekker klimmen. Nou kan je wel sparen voor een kikkerpak in deze game. Dan moet je ook een bepaalde quest bij doen. Die begint eigenlijk bij de paardenstallen altijd. Maar die heb ik nog niet gedaan. Hé, moeten we hieronder zijn? Volgens mij heb ik me echt rot lopen zoeken.
naar waar de ingang van die grot was. Wacht, ik ga praten met die man. Dan kan je zien wat ik bedoel. Kijk, hier staat namelijk een Rito. En die zegt dat er een probleem is. Want het activatiepunt is kapot. De deur gaat dus niet open. Ik heb zoveel nagedacht dat ik nu echt honger heb. Misschien haal ik even wat paddenstoelen uit de grot in de buurt. Nou, dan vraag je een grot. En dan zegt hij, een grot aan de voet van deze heuvel. Dus ik dacht, nou, dat is knijt te ver weg. Dat is daar ergens beneden. Maar is dat nou gewoon hier? Is dit nou gewoon het grotje wat hij bedoelt? Oh, oh jeetje, man. Rustig. Bedoelt hij deze glimzwammen? Of ligt hij iets achter? Ik denk dat... Oh ja, er zal wel iets hier achter liggen. Let's go, Yonobo! Nog een keer. Zo, we hebben wel veel van zijn powers nodig, hoor. Beam! Oké, we kunnen er door. Hatsenflats. Even een opaaltje meenemen. Vuursteentje meenemen. Dan gaan we hier door. Hallo? Wat doe jij hier? Hatsenflats. Ja, even een sterke wapen pakken. Dit is een beetje het begin van de game. Deze kunnen nooit zo sterk zijn, toch of wel? Zijn dit hele sterke papies? Hatsenkadee. Ik krijg weer eens een steen op mijn bakken. Oh, ze kunnen in ieder geval niet zwemmen. Nou, dat is top. Dat is helemaal nice. Oh, er zijn er daar nog twee. Kijk, als jij nu valt, hè? Als jij nu valt, dan val jij toch ook in het water? Ik mis elke keer mijn schoten. Hier. Oh, die is gewoon sowieso in één keer kapot. Hallo, ben je er ook nog? Doei, mazzel. Oké, maar anyway, ligt hier dan een vrucht ergens in? Jeetje, ze hebben hier heel veel voedsel bewaard. Focusschild. Oeh, dat is wel een heel krachtig schildje. Dan doen we gewoon het ridderschild weg. Ik neem hem gewoon mee. Misschien heb ik daar wat aan. Oké, Yonobo. Het is weer tijd voor je powers. Ik kan ook gewoon met dit ding er helemaal doorheen slaan natuurlijk. Maar ja, dat duurt wel even, denk ik. Zo, oké, ja. Dit is een andere uitgang. Ik denk niet dat ik al heb gevonden wat hij zoekt. Nou, deze is eigenlijk ook alweer bijna kapot. Dat schiet ook niet op. Ik dacht dat het een heel zeldzaam sterk ding was. Maar dat viel echt reuze mee. Oké, maar hier kunnen we doorheen. Nee. Nou, is dit toch niet de goede grot? Nou, hij zoekt dus paddenstoelen. Hier is de uitgang van die grot. Oh, wacht. Staat daar die paddenstoel? Nee, dat is gewoon een bloem. Het zijn deze paddenstoelen, hè. Het zijn gewoon deze. Hallo? Hier, in je oog, Hinox. Hoi, sorry voor je oog, hoor. Sorry. Maar ja, zo werkt het soms in het leven. Soms krijg je een pijl in het oog en dan moet je daar even mee dealen. En dan, ja, dat is... Ja, sorry dat het dan... Ja, dit gebeurt. Nou, wel fijn dat ik hem zo kon verslaan. Ja, maar zouden dit dan de paddenstoelen zijn die hij bedoelt? Of zou dit de paddenstoel zijn die hij bedoelt? Hier hangt er ook nog één. Dude, ik heb allemaal paddenstoelen voor je. Maar waarom heb je het nou nog steeds over die grot? Hij wil mijn paddenstoelen helemaal niet. Ja, sowieso bedoelt hij deze grot. Hier is iets mee. Oh, maar wacht even. Deze grot, die is natuurlijk onder die toren. Dus moet ik niet gewoon ergens naar boven hier? Alleen waar? Ja, dat is de grote vraag. Hoe moet je nou weten waar je naartoe moet? Misschien hier gewoon tussenin. Want dit was tussen die drie rotsblokken die je kapot kon slaan. Misschien is dit wel precies de plek. Nee, ik moet een stukje naar links. Oh, wacht even. Hier is nog een klein kamertje wat ik niet gezien had. Oh. En hier ligt een steen? Wacht even. Wat is die? Wow, oké, daar is zo'n bullyfrog. Dingetje. Bubbelman. Kijk eens, wat een juwelen. Oh, kassa dit. Kijk, hier is wel een beetje een gek steentje, hè? Misschien is het hier. Dat is precies in die ruimte voor die kristallen. Ja, kijk. Hallo, meneer. Zo kom je binnen. Tjonge, jongen, met je hoofd. Hé, hoe ben je nou binnengekomen? Nou, ik ben professioneel binnenkomer. Oh, die stok. Ja, die stok die zorgt ervoor dat de deur niet open. Begin. Aan de andere kant is ook nog een stok. Ja, die hebben we niet nodig. Ja, deze hebben we ook niet nodig. Zo, kan die nou open? Ja hoor, door de stokkies. Nou, probleem is opgelost, hè? Kunnen we eindelijk kijken waar Kakariko Village is, jongens? Want dat moet dus ergens in dit gedeelte van de map zijn, als ik me Breath of the Wild goed herinner. Eens even koekeloeren. Waarom staat het niet op de map, jongens? Dat zou toch hier ergens moeten zijn? Nou, weet je, ik zweef gewoon de kant op van de paarse rune en dan denk ik dat ik het wel zou moeten vinden. Hier, is dit het niet gewoon? Is dit niet gewoon Kakariko Village hier? Het ziet er wel echt uit als een heel erg bewoond dorp. Dat zou zomaar kunnen hoor. En ik dacht dat ik hier al geweest was terwijl ik hier in mijn vrije uurtjes een beetje aan het spelen was. Maar misschien ben ik wel omheen gelopen, I don't know. Nee, ik ben hier helemaal nog niet geweest trouwens. Ik ben in Hateno geweest. Dat is natuurlijk heel wat anders. Hier ben ik nog helemaal niet geweest. Jee, de tempel van Makasura. Nou, die gaan we in ieder geval even activeren. Ja, dit is 100% Kakariko Village. Zo, dit is ook wel een beetje veranderd allemaal, hè? Volgens mij kon ik hier toen een outfit kopen. Nou, misschien toch niet. Of was het daar om de hoek?
Was dat deze winkel? Deze was dat volgens mij, ja. Ja, dit was de outfitswinkel. Dus even kijken hoor. De ninja broek, ninja outfit, ninja masker voor 15.000 bij elkaar. Hoe kan ik dat ooit bij elkaar verzamelen? We moeten flink verhoogde prijzen in rekening brengen voor onze producten. Maar zodra grootmoeder weer gezond is, kan ik normale prijzen vragen. Oh, maar misschien kan ik je grootmoeder helpen. Grootmoeder ligt ziek in bed met een vreemde ziekte. Mijn zus Lasli zorgt voor haar. Lasli zou nu in Athene in het zuidoosten moeten zijn om mode te studeren. Maar omdat ze zo van een grootmoeder houdt, schuift ze haar droom te lange baan. Nou, daar kom ik wel een keer voor terug dan. Dan ga ik je grootmoeder ook even helpen. Eens even kijken of hier iemand is, want dit was het belangrijkste gebouwtje. Oh, eerlijk gezegd ziet dit er wel een beetje vervallen uit. Dit zijn de ringruïnes. Dit was eerst zo'n belangrijk gebouw. Ligt hier wel een dagboek. We moeten misschien op zoek naar Tauro. Want Tauro is het hoofd van de onderzoeksgroep. En daar werden we ook naartoe gestuurd eigenlijk. Tenminste, gestuurd. Dat stond weer in het andere boek dat hier een onderzoeksteam was. In Kakariko Village. Hallo. Heeft iemand Tauro gezien? Dit is wel echt nog een mooi deel van Hyrule, hè? Dit is prima zo. Oh, dit is Lasli, die voor haar grootmoeder zorgt. Mijn grootmoeder is in de buurt gekomen van miasma. Rijstepap is het enige wat ze kan eten. En ze is op zoek naar ingrediënten die helpen tegen de miasma-ziekte om ze te combineren met rijstepap. Hyrule, rijst, melk en groenten moeten we hebben. Nou, dat heb ik allemaal niet, helaas. Hallo? Oh, kijk! Misschien zijn dit die dingen, die hieroglyphen. Dit zijn de ringruïnes. Inderdaad, met de nadruk op ruïnes, want ze liggen in stukken. Laten we kijken naar die ringruïne die nog wel eens een ring vormt. Maar ik heb gehoord dat er op bevel van Prinses Zelda niemand meer in de buurt van de ruïne mag komen. Daar moet ik zijn! Zij willen zich aansluiten bij de Zonai-onderzoeksgroep. Want de ringruïnes hier in Kakariko zijn neergestort. Ze zijn zeldzaam alleen hier gevonden. Er zijn 5 ringruïnes hier terechtgekomen. Die gaan ze allemaal bekijken. Oké, de eerste. Ze gaan naar dat zwevende ringruïne. Ik weet niet wat ik daar allemaal moet doen. Nou, is goed. Ik ga dat ook doen, denk ik. Misschien word ik er wat wijzer uit. Want daar moesten we naar op zoek, naar die ruïnes. Zou het niet zo kunnen zijn dat als je er op de juiste plek voor staat, dat je dan iets kan zien of zo? Kijk, hierboven zijn ook allemaal ruïnes. Wat is dit allemaal? En vooral, wat moet ik hiermee? Oh, kijk. Hier ligt een boek. Degene koninkrijk, demonenking, bescherm, ernaam, wat? De tekst op deze stenen plaat lijkt te gaan over de gebeurtenissen in het Hyrule van lang geleden. Degene die het koninkrijk tegen de demonenkening beschermde, waren de zogenaamde wijzen. Ja, dat wist ik al. Dat is geen geheimpie meer. Ik moet echt even kijken wat ze hier allemaal aan het sjouwen zijn hoor, jongens. Helemaal in de ban van deze gekke ruïnes. Hé. Hey, kun jij me meer vertellen? Er is hier in de buurt een schacht. Ja, oké, nee, maar daar ga ik niet naartoe. Op de plaat die hier in de buurt ligt staat wind, vuur, bliksem, tijd, licht. Licht? Is licht het 5e element? Kijk, hier hebben we weer zo'n onderzoekscentrumpje. En hier staat wind, vuur, water, bliksem, tijd, inderdaad, en licht. Zij die over deze krachten beschikten, konden de krachten versterken met behulp van geheime stenen en zo grote macht uitoefenen. Dat zijn die tears, de tranen. Daarmee vergroten ze hun kracht natuurlijk. Oké, dus we zijn op zoek naar de wijze van het licht. Maar dit zwevende ding, daar mocht niemand komen, werd gezegd. Dus dat is precies waar ik nu naartoe ga. Kijk. Kelly die zegt, hey jij daar, kom hier. Dude, laat mij gewoon. Zelda en ik zijn vrienden, hoezo ga je mij verbieden? Op bevel van Prinses Zelda is het de strengste verboden in de buurt van deze ringruïne te komen. Dus ga alsjeblieft weg. Dude, dat is de verkeerde Zelda. Dat is fraude Zelda. Caleb zegt ook, ja, ze ging meteen weg nadat ze het had verboden. Dus ik weet niet wat de redenen waren. Gast, laat mij gewoon erop. Waarom mag ik er niet op? Wat is dit nou weer? Ik bedoel, ga je nou Link? Ga je dat verbieden om daarop te gaan? En Link, je neemt er nog genoegen mee ook? Ik vind het een raar verhaal. Ik vind niet dat we dit moeten accepteren, Link. Die gekke Caleb, die staat de hele tijd te zeuren. Hé, hey, hallo. Wie zijn jullie? Oh, dit is Tauro. Die zegt, ja, dat zwevende stuk ringruïne. Die stond genoemd in de dagboek, Tauro. Die zegt, dat zwevende stuk ringruïne bij dit dorp is de meest intrigerende ruïne die ik tot nu toe heb onderzocht. En ja, de vooruitziende blik door de onderzoeksgroepen direct op af te sturen. Goed gedaan, dorpshoofd. Paya die zegt, ik ben alleen maar dorpshoofd omdat oma dat ineens had besloten. Dat was Impa. Meneer, Link, ik bedoel Link. Haha. Wat fijn om je weer te zien, zegt Paya, die nu dus hoofd is van Kakariko. Ja, dan mogen we er toch wel gewoon naar binnen. Ik bedoel, jij bent hoofd van dit dorp. Laat mij even die ringruïne bestuderen. Ja, ze kijkt ook naar die ruïne. En zij zegt ook, ja, dat mocht niet van Zelda. Niemand mocht erbij in de buurt komen. Tauro zegt, ja, misschien dat hij neer kan storten. Dat ze daarom iedereen erbij weg wilde halen. Hallo, Tauro. De meeste stenen zijn kapot gegaan. En op elke plaat op zo'n steen stonden interessante woorden te ontcijferen. Zoals wijzen. Maar er zijn nog veel dingen die we niet begrijpen. Ik vermoed dat de ruïne die in de lucht hangt ook een stenen plaat bevat. Met de informatie over de wijzen. Zelda zei dat niet mocht. Maar als zij een bedrieger was,
dat ligt natuurlijk helemaal anders. Met andere woorden, we moeten dat stuk ruïne zo spoedig mogelijk onderzoeken. Oké, let's go, hè? Oh, Tauro krijgt toestemming. Ik ook. Mag ik ook? Tauro zegt, ik zie geen manier om binnen te komen, om erop te komen. Maar daarbinnen moet ook een plaats zijn met een opschrift. Bro, laat me helpen. Er is een nieuwe missie, het geheim van de ringruïnes. Hij wil daar binnen kijken. Hé, maar dan kan ik misschien gewoon van onderen daarin komen, toch? Met mijn superkracht. Dan moet ik alleen even zorgen dat ik er rechtonder kom te staan. Even kijken hoor. Ja, dan moet ik daar gewoon staan, op die plank. Ja, of ik klim er gewoon even op. Misschien kan ik ook vanaf de bovenkant erin. Let's go. Eerst maar eens even er bovenop kijken. Ik bedoel, ik was er nou toch? Nee, dat gaat niet. Nou, dan ga ik hier af. Zo. Ga ik hier staan. En dan gaan we gewoon zo... Oh ja, kijk, daar is een rooster. We kunnen in dat rooster. Ja, zie je, er zit weer zo'n stenen plaat in. Blijkbaar is dit wat we moeten doen. Tauro, er is daar inderdaad een plaat, maat. Hier. Kijk. Speciaal voor jou, foto gemaakt. Wat is dat? Paya en Kalib, moeten jullie dit eens zien? Dat is inderdaad de binnenkant van dat stuk zwevende ruïne. Oké, Tauron gaat hem ontcijferen. Hij zegt belofte, Zelda, geschrrr, in mijn naam, Mineru. Oh, is dat de wijze die we zoeken? Mineru? Sleutel verborgen, zuidoosten toevertrouwd, toekomstig demonenkoning te verslaan. Nou, kijk, dat is wel... dat is de informatie die we nodig hebben. Ik begrijp het deel direct voor zuidoosten niet. Mineru is denk ik de naam van een persoon. Oké, gaan we Mineru vinden in het zuidoosten? Oh, Paya. Ja, die weet misschien iets. Die zegt, nee, alleen dat deel direct voor Zuidoosten. Ik vraag me af of daar land van de draak staat. Tauro, die zegt, ja, Paya heeft gelijk. Er moet als het land van de draak in het Zuidoosten worden gezien. Oké, waar is dat? Kalib, die zegt, land van de draak in het Zuidoosten. Nu ik erover nadenk, in Faron, het subtropische gebied in het Zuidoosten van Hyrule, is er een plek waar Zonai-ruïnes te vinden zijn. Als ik me niet vergis, zijn er in de ruïnes voorstellingen van draken gevonden, die nergens anders zijn gezien. Wat? Dat is vet. We moeten naar de Zonai ruïnes in Faron. Oh, zij gaan ook naar de Zonai-ruïnes. Vanaf dit dorp moeten we naar het zuidwesten gaan. Laten we bij de uitkijktoren op de Poplar hoogvlakte een onderzoekbasis opzetten bij de ruïnes. Oké, dus daar moeten we nu naartoe. Maar holy moly, er is dus gewoon nog een wijze. En ze heet Mineru. Of hij heet Mineru, dat weet ik nog niet. Oftewel, deze game is nog lang niet uitgespeeld, jongens. Nog lang niet. Ik zie daar trouwens nog een toren. Misschien goed om naar die toren te gaan. Als we dan toch bezig zijn met die torens, dan kunnen we gelijk ook heel dat gebied zien. Oh, is dit ook gelijk de plek waar we moeten zijn trouwens? Ja, we moeten gewoon bij deze toren zijn. Hallo? Oh, die gaat ook gewoon gelijk open. Oh, maar hij is wel kapot. Oké. Kalib, die is hier ook. Die zegt, ik zie dat jij ook hierheen bent gekomen. Dus je bent ook in de Zonai geïnteresseerd. Tauro is al naar de Zonai-ruïnes gegaan. Hij is bij het Dracuzo-meer. En dan moeten we dus naar het zuidoosten. Oh, Dus iemand hier in deze put. Misschien ook wel handig dat we dan in die toren kunnen. Nee, ja, dat maakt niet uit. Die toren die heeft geen power. Oh, diegene die is hierachter. Hallo? Oh, wat? Ben je opgesloten? Ja, wat doe je hier? Kom je me helpen? Ja, ik wil je best helpen. Ah, aan de andere kant is een schakelaar. Ga je mij dan ook ergens anders mee helpen of zo? Ja, misschien wel. Misschien krijgen we zo die toren weer aan de praat. Kijk, dat is denk ik hier. Ik denk dat dit de ingang is. Opgraving op de Poplar hoogvlakte. Vroeger was er een toiletmerk. Volgens mij van toiletpapier, dat heette Poplar. Moet je maar eens aan je vader of moeder vragen of die dat weet. Popla toiletpapier. Hallo! Bedankt, ik heb niks anders dan dit, dus alsjeblieft. Oh, nou ja, paarse roepie. Ik heb dringende zaken te doen bij de uitkijktoren, dus ik moet gaan. Ja, daar was ik ook mee bezig, Mattie. Ben je nu hier dan? Ja. Hallo! Hey, mijn redder in nood. Ik kwam hier om onderzoek te plegen aan de uitkijktoren. Maar het activatiepunt bleek kapot gegaan door de vochtigheid. Oh, maar je hebt alles gerepareerd. Nou, toppie. Ze hebben elkaar geholpen, jongen. Top. Kijk, dan weten we tenminste waar we nu naartoe moeten. Hoppakee, nice. Hier was hij toch naartoe, het Dracuzo-meer. Eens even kijken of we daar een beetje bij in de buurt kunnen komen. Zou dat niet gewoon hieronder zijn, daar waar dat vuurtje brandt? Ik denk het eigenlijk wel. Zo, ja, dit ziet er wel uit als iets drakerigs. Wat is hier allemaal, joh? Wat is dit? Oh, dat is gewoon zo'n beeld waar je dan kan bidden. Ja. Oké, ja, dat glom al heel erg mooi. Ik dacht al, joh. Zo, maar we bevinden ons nu in een drakenkop. Oh, dit wordt ook wel echt een vette quest hoor, jongens. Kijk dit, lijkt net de bek van Bowser. Eens even kijken hoor, ik zag hier ergens een kampvuurtje, toch? Maar waar was dat nou? Was dat daar? Maar is het nu uit door de regen? Tauro, ben je niet meer hier? Dit was jouw kamp, toch? Beste Kalib, de gevolgen van de ontwrichting zijn zelfs in deze Zonai-ruïne zichtbaar. Heb je die enorme pilaarvormige ruïne al gezien, pal voor deze tent? Het is onverwacht om zulke ruïnes hier te zien. Ik begon die te onderzoeken en terwijl ik de puin aan de voet van de pilaar opruimde, werd een pad zichtbaar dat dieper naar binnen leidde. Wat een ontdekking! Oh, hij is in die tunnel gegaan. Hier! Ja. Yo!
Tauro, moet je horen, ik heb in deze ruïne ook nieuwe ontdekking gedaan. Kijk hier eens. Dit is een Zonai-relief en de stijl is onmiskenbaar. Wonderbaarlijk en het verkeert nog in goede conditie. Ik kan in zekere mate de tekst ontcijferen, maar het blijft moeilijk. Het lijkt op een gedicht of is het een soort raadsel? Zorg dat je de bliksemkleding aantrekt waar draken over waken. Met lange nek langs een serpent met een open bek. De pilaren buiten deze ruïne zagen eruit als draken met lange nekken. Maar ik ben nergens een serpent tegengekomen. Zijn we daar doorheen gaan lopen? Ik heb wel eens een lied gehoord waarin de Dracuso-rivier wordt vergeleken met een serpent. Een serpent, dat is een slang. Ga in ornaat naar de staart en offer daar een Zonaim-energiebol op het altaar. Hierboven ligt een kist. Zou daar die kleding in zitten die ik nodig heb dan? Want ik heb volgens mij nog geen kleding die bliksem kan weerstaan. Ja, de bliksemhemd. Oké. Die moeten we sowieso aandoen. Oké, dan moeten we ook wel even iets aandoen wat een beetje daarbij past, hè. Dit is wel een mooie outfit voor Link. En dan moet ik dus helemaal hier naartoe, denk ik. Want dit zou dan de staart zijn. Zo, hop, en die eindigt dan hier ergens. Oké, jongens, deze quest duurt veel te lang voor één video. Dus die gaan we lekker in twee video's doen. Dus bij de volgende video gaan we hier weer mee verder. En dan komen we denk ik op een gegeven moment uit bij de lichttempel. Ik heb er zin in. Doe een duimpje omhoog, vergeet niet te abonneren. En dan zie ik je gewoon bij de volgende video. Mazzel!